onze slogan is nog altijd trots op Limburg. En dat mogen we ook zijn op onze volgende artiest en onze volgende gast. Want 10-jarige Jarno Lathouwers uit Riemst werd vorige maand als eerste ooit wereldkampioen hip-hop streetdance in zijn categorie. En hij gaat vandaag een kleine demonstratie voor ons geven live bij Studio TVL. Hier is Jarno! Oh my god, zeg! Jarno Lathouwers, een hele dikke proficiat. Kom erbij zitten, kom, ik wil alles weten. Hier staat uw chique beker. Proficiat, hè, jong? Dank u. Gaat het om te babbelen nu? Ja. Ik ga u de micro geven, hè, want zeg, je vliegt hier nog wel rond in de studio. Hoe lang doe je dat al? Ik doe het al 3 jaar en ik heb al pas 1 jaar wedstrijd gedaan. Nog maar 1 jaar en meteen al wereldkampioen. Ja. En hoe komt dat een jongen zoiets gaat doen? Andere jongens gaan voetballen of basketballen of... Dat is eigenlijk ja, wat jij ook wilt. Ja, en hoe heb je dat ergens gezien of heb je daar, ben je fan van iemand? Ik ben fan van Michael Jackson. Ah, ja. En ik heb soms filmpjes gekeken. Ja. En toen ben ik toen ben ik gaan dansen bij Danscentrum Bernhard. Mm-hmm. En daar heb je dat geleerd dan? Ja. Ja. En mijn neef die heeft gezegd, kom daar naartoe. Ja. En dan ben ik mee naar daar gegaan en toen ben ik beter en beter gaan worden. Ja, mij. En toen heb ik, mijn eerste wedstrijd was ik eerste. Ja. En bij wereldkampioenschap was ik ook eerste, dat was zo raar. Ja, nee, dat vind ik niet raar als ik u hier bezig zie. Je doet dat nogal goed en met uw mimiek, zo, hè, uw gezicht en al, het gaat allemaal mee. Hè? Ja. Oefen je dan veel? Ja. Voor de spiegel en zo ook? Moet dat? Ja. Ja, dat is niet verplicht, maar ik doe altijd dansen voor de spiegel. Ja. Waar moet je eigenlijk op letten? Wat is belangrijk bij hip-hop? Ik moet op letten, ja. Als ik strak dans, dan soms ben ik nog een beetje rustiger en zo. Ja, maar je gaat wel helemaal uit de bol, hè? Ja. Zeg, en hoe was dat, hè? Want we hebben wat beelden ook van dat wereldkampioenschap. Dat was wel ver, hè? Ja. Waar was dat? In Denemarken. Amai. Maar dan heb je eerst selecties moeten doen om daar te geraken. Ja, eigenlijk bij Europees kampioenschap was ik 5e. En toen zei mama, kom, we gaan naar het wereldkampioenschap. Ja. En toen ben ik 1e geworden. Vandaag. Ja, en we zien jou hier bezig. Dus hoe gaat dat dan op een rijtje dan? En dan moet je jouw dans kunnen doen? Of is dat improviseren, freestyle? Of? Improviseren en ja, zo de moves. Ja, en daar vonden ze jou de beste. Ja. Geloofde je het? Nee, ik kan mijn eigen ogen niet geloven. Is het echt? Wat zeg je nu? Nee, dat is een mopje. Dat ben ik niet. Ja, ik vond het wel heel raar dat ik wereldkampioen was. Opeens had ik zo'n gevoel. Yes, ik heb het gehaald. Ja, zeker. En dan zo'n chique beker. Waar staat die nu bij je thuis op de kast? Ja, hij staat nu onder op de kast. Maar ik heb ook een bekerkast met al mijn bekers in. Wauw. Er gaat er nog een heel deel bij komen, denk ik zo. Hè? Wat wil je nog bereiken? Bij die junioren proberen eerst te worden. Ja, en nu elk jaar opnieuw, hè, hoger en hoger en beter en beter. En dan word jij gewoon de ster in hip-hop van België. Hè? Trots op Limburg, zeggen we dan. Goed gedaan, Jarno. Ik vind het echt kei chic wat jij allemaal hebt gedaan.